Bram van Polen, de stemming is wel goed volgens mij. Ja, dat heb je heel goed. Ja, dit was gewoon een cruciale week met Willem II uit de Graafschap uit en NAC thuis. Ja, je wist dat je deze goed doorkomt, weet je. Dan hoop je ze alle drie te mogen en te kunnen winnen. Ja, dan, als je dat doet, dan doe je denk ik richting promotie een hele goede zaak. Ja, richting promotie zeker. En richting kampioenschap blijft het verschil eigenlijk wat het was, hè? Ja, nou ja, dat hebben we in eigen hand. Het gat is 3 punten en dat willen we graag zo houden. Ja, liefst nog groter, maar... Ja, het eerste doel was promotie. En je weet in zo'n week eigenlijk, zo'n weekend, dan gaan de concurrenten kijken. Van, ja, die gaan toch rekenen, ook zoals wij net zo doen. Je gaat gaan kijken waar de concurrentie eventueel punten kan spelen. Ja, en dat waren deze 3 wedstrijden wel. Als je dan alle 3 binnen weet af te sluiten, dan is dat ook wel een tikje richting een Almere, een Eindhoven, VVV, noem maar op. Ja, heb je al gerekend wanneer je promoveren kunt? Nee. Ja, vast wel. Nee, want ik weet ook niet wat de concurrenten vandaag hebben gedaan. Dus ik, volgens mij hebben VVV, die moet zondag. Dus ja, nee, ik heb wel heel veel programma van de concurrent gekeken, met name van Heracles en Almere. Ja, weet je, dan wat ik zeg, dan kijk je wel een beetje wat zij kunnen doen en waar ze punten kunnen verliezen. De eerstvolgende wedstrijd is thuis. De 3e en de 5e is ook weer thuis. Zou mooi zijn als het hier gebeurt, hè? Ja, maar voor ons, kijk, promotie is het eerste doel, maar wij willen wel voor het kampioenschap gaan. Ik denk als je zo dichtbij bent en er zo goed voor staat, dan een kampioenschap is zoveel unieker dan alleen promotie. Wat je uiteindelijk ook onwijs moet vieren. Maar, ja. Supporters willen we 2 feestjes, hoor. Ja, ik ook wel, hoor. Daar heb ik ook geen moeite mee. Lang geleden dat ik weer een feestje heb gevierd, dus het wordt wel weer tijd. De sfeer in de kleedkamer is ook goed, hè? Er werd gejuicht. Het duurde even voordat jullie van het veld kwamen. De stemming zit er aardig in, ook met de supporters toe. Ja, maar ja, ook zij hebben wel ingezien dat dit een belangrijke reeks is. Ik denk dat wij überhaupt over thuissport helemaal niks te klagen hebben dit seizoen. Die blijven volle bak achter ons staan het hele seizoen al. Dus ja, dat is een groot compliment, denk ik, aan onze supporters. Ja, en dit is wel... kijk, als je veel wint, dan heb je vrienden. Maar dan is het ook heel veel vaak gezellig op de club en ook wel in de groep zelf. Ja, het was even wat moeizaam vanavond tegen NAC. Ja, zij deden het wel goed, hoor. Ze, echt met een 5-4-1, ze teamen de boel gewoon helemaal dicht. En wij hebben ook wel gezegd, dan moet je in ieder geval geduld bewaren. Proberen het tempo, baltempo zo hoog mogelijk te houden. Ik vond ons een beetje slordig, hoor, eerste helft. Ja, daar worden we een beetje op weg geholpen met zo'n 1-0, maar... Ja, ik denk dat we, dat zij misschien 2 keer op goal hebben geschoten. Dat, voor de rest waren we oppermachtig. Alleen waren we, ik vond ons niet altijd even goed om er doorheen te spelen. Maar de tweede helft zijn we niet meer in de problemen gekomen. En hadden we echt nog wel 2 of 3-0 kunnen maken. Van tevoren, als het 1-0 blijft, dan hoeft maar 1 keer een bal verkeerd te vallen. Of zo'n uitvalletje waar ze een keertje geluk hebben. Ik vond wel dat we daarin heel stabiel stonden achterin. En dat we eigenlijk niks weggaven. Dus dan is het lekker dat je op een gegeven moment die 2-0 maakt. Ja, de eerste helft bleef even zitten, werd je behandeld en je denkt, nou... Ja, ik had de eerste helft ook echt last. Ik had maandag een knietje om mijn bovenbeen gehad. Maar het schoten vandaag in met elke bal die ik gaf. Dus ik heb op een gegeven moment tweede helft maar geen lange ballen meer gegeven. En de boel heeft flink ingezwacht. Dus ik was eigenlijk wel blij met mezelf dat ik de wedstrijd kon spelen. Het is niet iets groots, alleen het was niet lekker lopen vandaag. Maar goed, wedstrijdje op karakter, daar heb ik wel meer van gedaan. We hebben nu vrij 4 dagen, dus daar gaan we even lekker van genieten met de familie en vrienden. Dus kijk ook even naar uit. Helemaal na zo'n week, dan is het des te lekker om even wat vrije tijd te hebben met familie en vrienden.